leg ik ze allemaal weer te slapen. Ja, en dan leg ik er eentje hier ook onder mijn dekbed bij mij. Ja, die heeft het koud, meneertje. En daar ligt er één. Mijn prinsesje zie ik nergens. Nee, nou ja. En ik leg op mijn eigen plekje. Ja, en weer niet kunnen slapen. En het is al. Hoe laat is het? Nou, kijk eens aan. En niet kunnen slapen, straks naar de kerk toe willen. Nou ja, ik zie het al helemaal weer zitten. Gaat het, kerel? Wat een zucht. Nou ja, we proberen te slapen. Of het lukken gaat, ik weet het niet. Ik leg alweer een tijdje, maar het wil niet. Maar ja, we zullen het beleven. Voor degenen die straks naar de kerk toe gaan, fijne kerkdienst en gezegende zondag, hè. Ja, tot later vandaag. Ja, een goedemiddag. Die zit te drinken, die loopt te snuffelen. Die groot is net binnen, die rode die was lastig. Ja, die begon even te meppen tegen die kleine zwart-witte, nou mooi niet. Nee. Maar ik zeg een hele goede middag. Ja, ik hoop, nou ja, ik hou hem wel even vast. Ja, ik ben niet opgemaakt, gewoon geen zin in. Ja, niet ziek of wat dan ook, nee. Gewoon geen zin, geef het. Gewoon lekker een rustige, luie pyjama dag. Het is wel koud, want ja, buiten is het koud. Ik kon ook niet naar de kerk, want zoals jullie weten, lag ik vanochtend alweer wakker. Ja. Heb ik nog laten zien. Poesie onder de dekens, die rode. Tenminste onder mijn dekbed. Die zwarte die lag ergens anders. Dus ja. Maar in ieder geval. Gewoon nou een luie dag. Nergens zin in hebben. Maar ja, ik moet toch eigenlijk wel weer wat doen. Dus ja. Misschien wel wat het middag mij brengen gaat. Ik ga hier zo even een bakje koffie doen. Ja, dat. Dan zien we het wel weer. Ze zeggen tot later deze dag en maken wat van. Het zonnetje die schijnt hier een beetje, ja, waterig, laat maar zeggen. Het is wel helder. Vanochtend was het, ja, wat moet ik zeggen? Het was niet mistig, maar toch. Ja, het was heilig. Zo kun je het geloof ik beter zeggen. Het was ook triest. Het was roetje koud ook. Kouder nu. En ook dat ik niet kon slapen. Ik was wel wakker om die tijd dat ik er eigenlijk uit moest. Maar ik werd draaierig omdat ik dus vanochtend niet geslapen had. En ontzettend moe was en niet kon slapen. Ik denk, dit wordt te gevaarlijk als ik wegga. De deur uit met die kou en alles. Ik denk, nee. Weet je wat, de kerk, het is niet verplicht. Je wil erheen, maar je kan er niet heen. Nou, dan maar niet. Het hoeft niet, hè. Dus geloof ik ook thuis, bidden ik ook thuis. Dus ja. Bidden ik overal trouwens, waar ik ook ben. Maar in ieder geval, ze zeggen, God zegen jullie. En een fijne dag verder. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, de kerststal is weer weg. Ik heb het weer netjes ingericht voor de dierbaren allemaal. En nou heb ik mijn mannetje samen met zijn moeder. Ja, dat. Nou ja, de rest van de family die al mij voor zijn gegaan. Bovenop de televisie had ik een mini kerstboompje staan. Ik moet even mijn stok pakken. Dan kan ik dichterbij komen. Dan zal ik het jullie beter laten zien. Ja, daar hangt allemaal nog spullen. Hier hangen nog spullen. In de keuken hangt nog wat spullen. Maar het raam is klaar. In de wc hangt er geloof ik nog twee dingen. In de gang hangt nog wat. Daarom hangt nog de kersttakken.
Maar het begint toch nou al op te schieten en er wil er een in. Dan zullen we die er eerst in laten. Dag meneertje. Ja, dan lopen we even naar de televisie. Zo. Daar stond dus eerst een kerstboompje. En mijn schoonouders, schoonmoeder nog in leven. Het concert, kennen jullie die? Van het concert des levens krijgt niemand een programma. En daar ook, nou, voor de Friese. Ja, voor de Friese onder ons. Ik hoop dat jullie kunnen lezen. Ja, het is met zessen na te dwan. Dus ja, lieve vrienden, dat... Ook het plekje van mijn mannetje is tot zover nu weer klaar. Die foto komt in een ander lijstje, omdat ik dat lijstje nou gebruikt heb met hun tweeën. Komt die dus in een ander lijstje, maar ook dit plekje moet anders, ja. De plank moet eigenlijk een beetje breder en dan gaan die schroefjes ertussenuit. En dat moet eigenlijk ook hoger, maar hoe ik dat allemaal nog heb, moet Joost nog het weten. Dat gaan we wel navragen. En er moet ook dan een latje voor. Daar komen wel weer schroefjes aan te hangen. Want daar moet ik mijn spulletjes aan kwijt. En ja. Dat, op die plank, daar komt dus mijn schoonmoeder bij te staan. Ja. Gegarandeerd. Dus hij moet een beetje langer. Ja, hoe ik het hebben moet, ik weet het nog niet. Maar dat komt dan wel. Ja, en dan kun je wel zeggen, zet het dan op die? Nee, daar staan twee laptops op elkaar en dat moet zo blijven. Want het ene is een heel belangrijk systeem en dat gaat niet weg. Nee, dus... Hè? Nee hè, mag niet. Nee, mag niet. Nee, 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 mag niet. Hé, joh. Lekker hè, verkroelen. Ja. Mijn vrouwtje die gaat opschieten, ja. Vrouwtje is het zat. Morgen weer een dag. Misschien straks nog even een beetje hier en daar. En ja, ik ga andere, toch andere kleedjes op die tafel doen. En op die tafel doen. Want ik blijf met mijn stoel. Ik zit in zo'n leuke trippelstoel. En dan met die knop blijf ik iedere keer in die leuke gaatjes van het kleed vastzitten. Dus ja, het hele kleed ligt als godsje scheef, behalve goed. Dus dat komt ook anders, ja. Maar we zullen het beleven. In die plannen blijven kerstverlichting hangen. Die kleine liggen die jullie zien hangen, dat wil ik ook nog wat meedoen. Ja, ik weet nog niet wat. Die heb ik daar eventjes ook neergehangen. Komt goed. Om mijn spiegel, daar zat al verlichting heen. Maar die is vorig jaar al stuk gegaan. Dat wil ik ook tegelijkertijd nog weer even iemand voorzien te chatteren die mij daarmee kan helpen om dat te vervangen. Heeft toen mijn man gedaan. Dus ja, dat moet eventjes weer goed gedaan worden. Dus voelt zich iemand geroepen om mij te willen helpen, die klopt maar op mijn deurtje. Ja, ik ben ook te vinden op Facebook, dus zoek me op zou ik zeggen en geef me een pb'tje. Doedeliedokies. Ja, en die ligt weer lekker te slapen, hè. Althans nog, ja. Hoe zeg je dat? Daar ligt ook te dromen. Zijn pootje gaat heen en weer. Kijk dan. En die ligt lekker te slapen. Ja, en ik dus weer niet, hè. Nee. Ik, het is weer mis. Ja. Het is verdikkepie. Al, 6 uur geweest. En het wil maar niet, hè. Nee, en koud, bah. Maar ja, het gaat hopelijk wel weer goed komen. Het is gewoon een rottijd weer. En ja, we zien wel. Ik probeer me zometeen al even een uurtje, 2 uurtjes neer te geven. En dan moet ik ook weer uit, want ik krijg om 10 uur, 10:30 weer bezoek. Dus ja, dan moet ik eruit zijn.
En als ik al niet slapen kan, dan ga ik er alsnog vroeger uit, ja. Komt ook, ik heb last van maag, brandend maagzuur. Kunnen jullie dat? Erg is dat, hè? Ik heb al suiker tot me genomen. Ik heb een maagtablet ingenomen. Wat kan ik er nog meer tegen doen? Help! Wie weet het? Ik weet het niet meer. Nee, en dan word je jaloers op suikers. Ja. Dat ligt dan lekker te slapen. Die ligt lekker te slapen. Maar de andere twee zijn, ik weet het niet. Het zal onder bed wezen of op mijn eigen kamer. Want ze hebben ook hierboven nog een eigen kamer. Ja. Of ze legt er eentje in de douche. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Dat er eentje op de droger legt. Maar ja, wat doe je eraan? Niet veel. Nee. Lief, hè. Zo aandoenlijk ook, hè. Hoe ze kunnen leggen. Ja, zo aandoenlijk. Maar ja, lieve vriend, ik zou zeggen een hele fijne maandag. Want het is inderdaad maandag. En ja, we gaan dat gewoon weer zo doen. Kijk. Ja, dat maandagochtend. Een heleboel gaan al uit een bedje. Om alweer naar hun werk toe te gaan. Dus ik zou zeggen, degene die werken moeten, werk ze. En degene die lekker luieren mogen of kunnen, luieren ze. Voor de mensen die ziek zijn, beterschap, die in het ziekenhuis liggen al helemaal. En ja, in ieder geval geniet in ieder geval wel van jullie dagen die komen gaan. En doe kalmpjes aan. Ja, doe ik ook. Zeggen het tot later deze dag. En goedemorgen. Mijn meisje, mijn prinsesje, hè? Ja. En daar zit ons meisje. En ons hondje, die is buiten de deur. Ja. Ja, en goedemorgen had ik al gezegd tegen jullie. Ja, het is 9:30. Dat ik ben dus weer beneden. Veel slaap heb ik dus niet gehad. Hooguit een uurtje. Ja. Maar wat doet het ertoe? Ik ga nou een bakje koffie lekker maken en een broodje maken. Ga ik lekker daar even van genieten. En dan zullen we weer verder aan het werk. Ja. Ik ga toch nog trachten weer vandaag het een en het ander te kunnen doen voor kerstversiering weg te halen. Nou ja, en ik denk dat ik begin. En dan rijden we hier even naartoe. Die slinger die daar nog om het fotolijstje heen zit naar die tak toe. Nou, die loopt naar de klok toe, daar helemaal naartoe. Dat ga ik sowieso vandaag weghalen. Gaat hij daar naartoe? Gaat hij in de keuken? En zie maar, daar al. Nou, naar de keuken. Dan gaat hij door die tak heen. En dan gaat hij daar weer langs. Allemaal vlingers aan elkaar vast. Ja, dan loopt hij achter de tak daar langs. Zo. Daar naar de hoek. Om over die schilderij heen. En dan gaat hij daar weer over die krans ook naar de buizen van de centraal verwarming heen. Dat wil ik sowieso weghalen. En die tak die op de kast ligt. Nou, heb ik weer heel wat gedaan, want ik moet dat trap op en trap af. Ja, en hoe we verder het gaan doen. Nou ja, vanmiddag komt mijn vriendin, zeker pleegzusje ook weer. Dus ja, komt allemaal goed. En toen hoor ik mijn water al gekoken. Ja, ja. Lekker. Maar oké, okay, lieve mensen, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ja, ga ik ook doen. Zolang het kan, kan het. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja. Zoals jullie zien,
heb ik de slingers van de muren af, hè? Ja. Dat, ja, hoe doen we dat ook weer? Ja, het is leeg, punt. Het is helemaal leeg wat dat er gaat. Het is nou enkel de takken nog. Ja, en die paar klokjes in de keuken is het al weg. De keuken is op zich wat dat er gaat nu klaar. Enkel, ja, hier hangt nog. En dat. Nou, en die takken dus nog. Maar dat is meestal het laatste dat ik die doe. Die tak is ook, de kast hangt ook de slinger al uit. Dus dat is ook opgeschoten. Nou, en wat hebben we hier? Ja, daar moet het allemaal nog in. Daar in die doos de kerststal, die is er vol. Dus ja, het begint op te schieten. En hier hangen die ijspegels nog. Weten jullie wel, die sliertjes. Ja, die ijspegelverlichting. Oh ja, dat slingertje moet er nog uit. Nou, zullen we dat straks even doen? Ik ga nou eens een bakje koffie maken, want ik heb dorst om iedere keer die trap op en af te lopen, hè. Dat is deze trap. Die loop ik dan op en af. Ja. En dat met mijn stok. Nou, geef het je te doen. Wie doet het bijna? Ja. Maar in ieder geval, nobody. Denk ik. Maar ik ga verder. Ik ga eerst een bakje koffie doen. En dan zien we wel weer. Tot later. Ja, lieve vrienden. Het is alweer avond. Het is, we zien het, ja, het is net 7:30 geweest. Ik ben een beetje verlaat. Want er was wat aan de hand op Facebook. En ja, dan moet je optreden als beheerster zijnde. Hè? Van de 50 plus. Ja. Dus ja, ik moest er even eentje blokken. Want er werd iets gedaan wat totaal niet kan, mag. Ook buiten Facebook om, als die dat en het hier en het nu zou doen, nou, ik weet dat niet. Maar ik denk dat hij dan de hoogslopende ruzie zou hebben met zijn vrouw. Ja. Of tenminste, zijn relatie. Hij heeft een relatie. En ja, dat niet toelaatbaar. Nee. Dus die heb ik maar eventjes geblokt. Moet kunnen. Ja. Doe mijn plicht. Dus daarom nou laat en ik ga zo meteen lekker eten. Ik heb eventjes, ja, ja, jullie kunnen het toch lezen? Ja, moet kunnen. Weet ik veel. Ja, ik zie het spiegelbeeld, jullie geloven het niet. Ja, met spinazie, ja. Ik denk, de vorige keer had ik het met ui en ham en kaas, geloof ik. En ik neem nou een ander smaakje. Over die is al aan, die moet even voorverwarmen. Die is nog niet zo ver. Dus dan heb ik zometeen lekker te eten. Ja, heerlijk. Dat, lieve vrienden, ik wens jullie sowieso al een goede avond. Ik krijg vanavond laat ook nog even bezoek. Misschien vlog ik dan ook nog even. Ja. Altijd gezellig. Als hij tenminste wil. Maar anders, ja. Ik heb een haar in mijn neus. Maar in ieder geval, komt goed. Mijn hondje die heeft het al gegeten. Die had, die heeft hem nog leeg ook. Ja. Hij had er gesmolten reuzel in. Ja. Dat bakje heeft hij nog van mijn dochter Karin van der Werf gehad. Ik kwam toen hier op bezoek en die had het voor hem mee. Maar ik moet nog even zien waar ik het hier kan halen. Ja, zij vliegt daar de wereld door, zowat. En ze kunnen bij iedere winkel nog wat krijgen. Maar ik moet eerst eventjes nog op zoek. Maar ja, hij is nog niet leeg. Weet je wat het is? Als hij leeg is, kan ik even die deksel meenemen. Van, hebben jullie dit ook? Verkopen jullie dat ook? Mooi. Dat is makkelijker. Ja, en simpeler. En dan weet ik gelijk ook waar ik het kan vinden. En dan hoef ik het de volgende keer niet te vragen. Ja. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. En ik zeg tot later vandaag.
vanavond. Ik spreek jullie. En jullie zien mij. En ik hoor jullie. En jullie horen mij. Poepie! En geef die like, hè. Ja. En abonneer. Ja. Mag allemaal. Het kost je niks. Dus gewoon je eigen abonneren. Dan komt het belletje tevoorschijn. Dan klik je op het belletje. Ja, is zo. Zeker weten. Doe ik ook altijd. Dus vrienden, tot later. Doei. Wat ben je allemaal aan het doen, Woefie? Hé? Hey. Wat ben je allemaal aan het doen? Hé, hey, wat ben je allemaal aan het doen? Heel lief. Hé? Hey? Had je lekker gegeten daarnet? Ja, hè? Hey. Ja, man. Oh, ik ben ook lief, hè? Hey. Ja. Je bent een schatje. Hé? Hey? Ja. Je bent koud. Hé, hey. Hallo. Ja, je bent koud. Nou, ga maar op de bank leggen. Ja. En dat meisje is ook net binnen. Ja. Hé? Hé, meisje. Hé? Oh, godje. Hé? Ja. Je bent ook al nat. Ja. Maar ja, wat wil je? Het regent. En ik zit lekker daarop. Een prinsesje met de groene oogjes. Kiekeboe, gespot. Ja, dat vind ik nou net ook. Wou ik net zeggen. Ja, ook een goede avond. Hé? Ja, wou ik net zeggen. Ja, ik zit nog goede tijden, slechte tijden te kijken, maar ja, en momenteel reclame. Dus ja, even geduld, hè. Dus straks zal ik eventjes alle filmpjes van de afgelopen dagen weer even op de pc zetten. Ja, en dan even nummeren en het is hier weer druk. Wow. Ja, nou ja, maakt niet uit, ik weet wat het is. En de toekomst is voor iedereen. Dat ik ga lekker verder televisie kijken. En ik heb er net trouwens van een hele lieve buren een bakje met haring gekregen. Zitten er geloof ik 4 in? Ja, er zitten er 4 in. Wow, 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 wow. Ja. Zo. Schiepeltjes. En. Haring. Er zitten nog een stuk of 4, 5 in. Dus. Yummy, yummy, yummy. Ja, ja. Lekker toch? Heerlijk. Dat, lieve vrienden, tot later. Doei, doei.